Breda Nu. Je weet het meteen. In de Copacabana werd een workshop Frame Drums gegeven. Misha van Meulen geeft niet alleen workshops aan ervaren spelers, maar ook aan beginners. Nou, we zijn hier in de Copacabana voor een speciaal soort workshop. Kunt u daar iets over vertellen over deze workshop? Ja, we gaan deze middag gaan we frame drum spelen. Dat is dit instrument wat ik hier op mijn schoot beet heb. En alle mensen die hier komen, die zijn hier voor de eerste keer. Heel veel mensen hebben nog nooit muziek gemaakt zelfs. En die ga ik dus begeleiden om dus eigenlijk een hele goede basis op dit instrument te gaan maken. En u noemt het een frame drum. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Wat is het voor instrument? Wat is de oorsprong ervan? Dit is eigenlijk een heel oud instrument al. Dus echt vanuit de oudheid is de ritme natuurlijk en drum altijd al aanwezig geweest. Deze drum is gewoon een afleiding van een drum uit het Midden-Oosten. Die daar nog heel erg veel gespeeld wordt. In Ierland hebben ze zelfs een versie hiervan. Dat is de bodhran, de eerste bodhran. En we gaan dus echt vandaag een stijl spelen dat we de drum op schoot hebben. Dus een hele virtueuze stijl die we gaan doen. Dus ik ben echt benieuwd wat de mensen hier van gaan vinden. Ja. En hoe bent u tot het spelen van dit instrument gekomen? Ik ben eigenlijk op reis gegaan in Egypte. En daar heb ik de eerste drum eigenlijk ook gekocht. En ik was er eigenlijk weg van het geluid. Ik heb daar gewoon een show gezien. En ik had zoiets van, die moet ik leren spelen. Ja, dan heb ik natuurlijk nog één vraag. Je kunt een stukje spelen. Ja, uiteraard. Breda Nu. Je weet het meteen.